Cote and the Bee. Als je die Hans Hillen zag het afgelopen jaar, minister van Defensie, ja, dan jeuken toch je vingers. Het is van een arrogantie. Ja, ja, mijn hemel. Is er van ons een opstelte nog te maken? Ik denk dat zou ik al dolgraag willen doen. Wim de Bie en Kees van Koot. Dat is mijn ballon. Nou, die witte. Wij houden van Holland. Weet u het zeker, burgemeester? Leuf is een waarachtig hekking. Hou je de buitenkok? Ik ben gevraagd. Je mag hier maar 110 Jacob zijn. Daar heb ik nou een Chrysler uit 55 voor gekocht. En goed kouwen, hè, dat is belangrijk. Goed kouwen. Jij mag de pijn, maar dat is waar. Dat je eten gelijkmatig in je bloed komt. Ik ben niet eng. Ik dacht dat het hier om ging, want hier weet ik namelijk alles van. Fijn, wel. Dus ik zei, do is de baanhoof. Do is de baanhoof. Do is de baanhoof. Zei Arie. Goed! Maus is kribbelen. Ik wil dit niet. Dit was de 20e en laatste uitzending van het 25e tv-seizoen van het Simplistisch Verbond. Ja. Wat gaan we volgend seizoen doen? Nou, ik wou er eens een keertje mee stoppen. Ik wou van dat, dat scherm af. Eventjes ik heb nog totaal geen plannen. Nee. Ik wil eerst mijn hoofd opruimen. Ah. En ik heb geen idee hoe lang dat gaat duren, want dat is een ongelofelijke bende daar bovenin. Ja, komt van alles uit en in. Ja. Even van de druk af. Ja. Ja. Nou is zondag 22 maart 1998. Kees van Koot besluit dat het genoeg is geweest. Hij stopt met televisie. Het is het einde van een tijdperk. 38 jaar lang hebben Van Koot en de Bie samengewerkt. Eerst op de radio, later op de televisie. Aanvankelijk in Harry Massa en in het Gat van Nederland. Daarna met het Simplistisch Verbond. Bijna vier decennia lang zijn ze dé standaard voor humor en satire op televisie. Ze verrijken de taal met tientallen zelfbedachte woorden. Twee keer worden ze onderscheiden met de zilveren Nipkow-schijf. Eén keer ontvangen ze een ere-Nipkow voor hun gehele televisie-oeuvre. Cornelis Reinier van Kooten en Wim Philippe de Bie, twee jongens uit Den Haag, die elkaar eind jaren 50 ontmoeten op school en samen een cabaretgroepje beginnen. Het begin van een oeuvre van ongekende klasse en allure. Oh jee. Oh sorry. Ik stak ineens een klein meisje over. Ik moest uitwijken, anders had ik een meisje helemaal doodgereden. Ik ben helemaal nat in. Maar dat is zeer neig. Overal is het er helemaal doorheen, door de broek heen. Het is, geloof ik, er wel ja, helemaal als doorheen. Als je benen een beetje wijd doet zo en een beetje benen weer gaat met je benen, dat het dan zo tegen je... Oh. Hé? Oh. Wij hadden geen dag later moeten komen, mevrouw. Oh, nee? Kijk eens, meneer. Scheurgras. Hier. Hé? Scheurgras. Dat lees je steeds vaker en dat hoor je ook steeds vaker. Wat? Wat in plaats van dat? Ja, hoe komt dat, denkt u? Wat? Nou, dat. Dat wat? Ja, dat. Dat wat, ja. Ik dacht, nou komt het erop aan. Nou of nooit, nou kan je wat doen. Arie Temmes, nou kan je wat doen voor het vaderland. Dus ik zei, do is de baanhoof. Do is de baanhoof. Do is de baanhoof. Zei Arie. En hij zei, dank u. En hij ging peddelen in de foute richting. Had ik hem dus de verkeerde baanhoofd is do. Want het baanhoofd is daar, station. Jij wist. Arie zegt, ijskoud, 15 jaar. Maar goed dat ik er stond, maar goed dat jij daar niet stond met zijn Engelse ziekte. Want jij wist geen eens wat de baanhoofd was. Hebben jullie ooit uitgerekend hoeveel uur televisie jullie bij benadering hebben gemaakt? Maud Keus heeft dat wel eens opgeteld. En die kwam, maar even niet 800 zeker. Zoveel. Ja, 800. Het lijkt mij wel heel erg veel. 800? Want we maakten per seizoen 8 uitzendingen. Maar het is in ieder geval alles bij elkaar, moeten we nu na afloop toegeven, heel veel. TV, radio, columns, boeken, cd's. Dat is bij elkaar veel. En dan nog de bescheurkalender. En de bescheurkalender hebben we ook tussen de bedrijven dan. Ja. Ik vind het altijd het pijnlijkste als mensen zeggen wat je toen deed met dit of dat. Of wat jullie daar deden, weet je nog. En dat je het dan niet meer weet. Dat vind ik altijd pijnlijk, want dat maakt zo'n indruk van hoezo heb ik de ontdekking van de hemel? Is dat ook van mij? Weet je wel. Maar dat is gewoon waar. Dat is waar. Omdat het zoveel is? Ja.
Kijk. Dit is jouw kelder. Moet je kijken, ja. Het archief B noemen we dat. Dit is het grootste van Koten en de Bie-archief ter wereld. Ja, hier moet ik dus nog aan beginnen, hè? Dat snap je wel. Maar dat komt allemaal goed, hoor. Hier zit in... Oh nee, dat is een jas van Jacobsen, is dit. Dit is Carla Ternauw. Dit is Walter de Roche Bruun. Een hemd van Clavan, is dit nog? Van dokter Clavan. Hier is de Duitse leraar. Die kon je zo aantrekken? Ja, die is binnen 5 minuten ben ik een Duitse leraar. Dan moet alleen Arjen van der Grijn nog een baardje aan. Maar kijk, dat zat altijd klaar om meteen gebruikt te worden. Mutsje? Dus muts, brilletje op, boodschappentasje met een halfje melk, jas aan. Ja, dit kan eigenlijk niet hoor, dat ik het nu doe, maar vooruit. Even demonstreren hoe snel het gaat. En zoals gezegd, er moet nog een klein sikje aan. Maar dan kon hij zo de straat op. Oh, het is allemaal zo geweldig wat daar gebeurt. Oh, niets aan de hand hoor. En daar moet ik zo blij mee zijn, hè? Die voorstellen van de Oost-Duitse premier Hans Modrow voor de hereniging van de beide Duitslanden. Hè? Für Deutschland, einig Vaterland, ja. In de dagen dat we ideeën opgooiden en daarna gingen schrijven. En dan konden we tot op de dag van vandaag, ja, dit moet toch echt af, dit mag niet. Nu een typetje nog doen. We konden op de avond tevoren nog zeggen, morgen doen we even een Duitse leraar, daar hebben we iets voor. Het Simplistisch Verbond, dat zijn verbondspakken, zwarte verbondspakken. De positivo's. De positivo's. En als het goed is, zijn dat oranje pakken. Ja, kijk, dit zijn de pakken. Of één pak. Eén pak van de positivo's. Dit is nog een pak uit de Hadi Massa-tijd. Daar hebben Wim en ik... niet overdrijven. 40 jaar mee gedaan. Onze God is de beste. Onze God is kampioen. Daarom zijn wij in het Westen relatief in goede doen. Door Den Haag loopt de Laan Vermeerder voort. Het verschil tussen op het veen en op het zand als de Seine door Parijs. En ik kwam, gelukkig achteraf, van onder die Laan Vermeerder voort. Ja. En ik voetbalde bij een club waar plathaagse jongens uit de Schilderwijk voetbalden. Fantastische jongens. Hè. En daar heb ik goed plathaags gehoord en leren spreken. En Wim kwam van boven die Laan Vermeerder voort. En Wim, niet. Parkeur. Nou ja, maar, nou ja, wel daarboven, toch? Nee. Ik pas je wel trouwens toch boven de Lavermeerder voor? Nee. Oh, onder. Maar 10 meter eronder? Ja. Oh, oké. Okay. Nee, maar ik zat 5 kilometer eronder. En ik zeg het wel eens zo. Ik kwam van precies van die grens. Ik lag weer een bos aan. Ja, dus zowel zand als veen. Ja, maar dat was de grens tussen wat en wat? Nou, tussen plathaars, onder andere, en keurig haars. Maar want mijn familie woonde allemaal ten zuiden, hoor. Ja, maar gaan we bewijzen maar hoe volks we zijn. Niet tussen die volksjongens. Heb jij nooit meegegeven? Oh joh, schei uit. Natuurlijk wel. Ja, nee, dat is niet nee, waar. De Dalton staat dat ook op de grens. Gelul van de dronken aardbeien, nee, die school van ons staat eigenlijk ook op de grens. Er zaten heel veel maar jongens. Maar ook boven de Laan Vermeerder wordt dat net erboven, 10 meter. Dit zijn dan gewoon onze plakboeken hè, van Wim en mij toen we begonnen. Kijk, Wim en Kees slaan weer toe. Wim en Kees, iedereen zegt echt een jongensboek is dat, hè? Ja. Wim en Kees slaan weer toe, deel 13 uit de Brutaaltjesreeks. En wij hebben ook samen toch in een stuk gezeten toen we nog niet echt samen werkten, Wim en ik. Niet als duo of als cabaretgroep. Kijk, hier was de beroemde scène uit... Our Town, spel in 3 bedrijven. Van Thornton Wilder, ons stadje, heel bekend. Ja, ja. Regie H. Bekkers. En daar heb ik de rolverdeling erbij gegeven. Personen, de regisseur, Wim de Bie. En dan gaan we helemaal naar beneden. En dan zien we staan Koos Lammers, Kees van Koten. Hier zit ik. En hier staat Wim, de verteller. Ja. Dus hier zijn jullie echt pubers nog? Ik durfde Wim daar nog niet aan te kijken. Nee? Nee, het verschil tussen een tweede klasse, wat ik geweest zou zijn, denk ik, en een vierde klasse, of een vijfde zelfs, dat was zo enorm. Dit was nog voor jullie echte samenwerking. Ja. Het schooltoneel. Hier, Dalton, scholieren spelen ingeleefd
Ons stadje. Frans van Waalde richt zich tot de zaal bij monden van op de planken komende regisseur. Deze belangrijke rol werd levendig gespeeld door Wim de Bie. Ah. Hier staat het, meneer Van Waalde. Ja. Dus u heeft echt niet met de mensen te maken, hoor. Je kunt de lokalen nog wel benoemen, hè? Daar natuurkunde, daar... Ja, kan het. Ik kan het nog wel zeggen, ja. Ik weet niet of er iets open is. Wim, kom mee. Mag dat? Tuurlijk. Ja, denk je wel. Het is allemaal nieuw. Kijk. Hey, hadden wij niet. Allemaal nieuw, kijk. Jeetje. Kastjes. Het is mooi geworden. Voor je spullen. Ja. Leerlingen. Het is nu. Het zijn nu de zogenaamde Daltonuren. Dat is onveranderd. De deuren staan open en iedereen kan zich vrij door de school bewegen. Je krijgt taken voor een week en die moet je dan maar zelf maken. Bar en automatiek. Het toneel is nog precies hetzelfde. Hier is het parket. Parket. Ja, kijk. Souffleurshok. Hier. Waar is die? Hier hingen. Hoeveel jaar na dato is dit nou? Dat als we zeggen dat we in 1958 hier een eerste voorstelling gaven, reken maar uit. Ongelooflijk, hè? Ja, ja, maar dat is onveranderd, ja. Maar in die gangen waar we net doorheen liepen, hebben jullie elkaar dus ook voor het eerst gezien? Ja. Jawel. Ja. Jawel. Ja. Jawel. Ja. Maar je weet niet meer waar dat was waarschijnlijk. Nou, ik weet het nog heel goed. Ik heb een hele sterke herinnering. Die Daltonuren, als je dus vrij was en door de gangen liep op zoek naar een werkplek. Dat was natuurlijk vaak heel lang door het gebouw lopen om dat ene meisje tegen te komen en zo. En kijken waar die ging zitten. Maar op een gegeven moment gingen dan in de gang de rode lampjes branden. En dan moest je een plek hebben, dan moest je zitten. Anders... Dat was het teken van nu beginnen. Ja, ja, nu, ja. nu serieus. En toen in de gang was ik alleen, kwam ergens vandaan, een Daltonuur. Ik trok mijn jas aan of pakte brood uit mijn zak. En toen kwam Wim aanlopen, maar ik wist nog niet wie Wim was. Met nog een jongen, een Indische jongen, Max Boekholt, wist ik ook nog niet.